ik ben Clyde Plet. Een bedrijf dat ik heb is Nativa Sucro Awara. We verwerken Awara. En ik wil u eigenlijk vertellen hoe het gestart is allemaal. Vanaf jongs af heb ik Awara langs de straat verkocht en heel wat ander fruit. Totdat ik een bepaald moment had waar het niet meer lukte met de verkoop vanwege regen, andere omstandigheden. Soms raakte de Awara zelfs voor zuur. Maar ik heb zelfs ook Awara geplant. Vanaf dat moment had ik een grote soort Awara. En ik vond het zonde om die Awara weg te gooien. Dus vanaf dat moment dan ben ik weer gaan denken van, we hebben altijd Awara met suiker gegeten vanaf jongs af. Dus ik zei aan mevrouw, laten we weer wat proberen. Laten we die Awara snijden en insuikeren en in de vriezer opleggen. Dus hebben we dat gedaan met twee telen Awara van ons. En we hebben het een hele poos gelaten. Misschien langer dan een half jaar zo. En een goede kennis van ons vroeg ons, hebben jullie Awara? En Awara seizoen was al voorbij. En ik vertelde haar, ja, ik heb Awara in de vriezer, maar ik weet niet als het goed is. Ze had zo'n lust voor Awara. Toen zei ze, jongens, stuur die Awara van me naar Nederland. Er is dan gebeurd mooi, ja, mee. Dus we hebben dan niks aan gedacht, ook niet geproefd. En we hebben het verderop gestuurd. En toen zei ze van, hebben jullie Awara geproefd? Ik zei, nee. Ze zei, dat ding is verdomd lekker, jongen. Ga dat ding weer proeven. Dus dan zijn we teruggegaan naar de voorraad die we hadden. We hadden misschien 5 of 6 pakken. En we zijn gaan proeven van die Awara is gaan trekken. Dus het heeft een smaak gehad. Dus dan is er een idee bij ons gaan groeien van, hey, we kunnen dit eigenlijk nu doen met Awara. Ik heb een goede broer van me erbij gehad, Romario Panka. En ik heb hem gezegd, ik doe iets met Awara, wil je me ondersteunen? Hij is erbij gekomen en hij heeft ernaar gekeken. Hij zegt, boy, ik moet dit brengen naar Nederland voor je boy. Mensen in Nederland zijn ziek op Awara. We gaan iets doen, we gaan proberen. Laten we formaten maken waar het makkelijk eetbaar is. En kijken als je een vergunning kan aanvragen. En dan gaan we pakjes Awara verkopen. Dus vanaf dat moment, 3 jaar terug, is dit opgestart tot eigenlijk nu vandaag. Mijn doel is om zoveel mogelijk iedereen hier in Para te motiveren vooral. Er is zoveel Awara in Para dat je zelfs geen idee hebt wat er met al dat Awara gedaan kan worden. Ik heb het zo ver gekregen nu dat ik mensen heb die Awara's voor ons komen verkopen hier. Zij die het niet meer langs de straat willen of kunnen verkopen. Ze komen het voor ons verkopen en wij verwerken het nu. En zij vertellen het aan anderen van, ga je Awara liever voor die manier verkopen. Je hebt direct je geld of je krijgt je volgende dag je geld. Maar je hoeft eigenlijk geen moeite meer te maken op die manier om eigenlijk elke dag Awara te verkopen. Als je wil, maar die manier verwerkt het direct. En we kunnen allemaal samen dit proces ondersteunen. Een verwerkingsbedrijf is eigenlijk de visie. Maar nu doen we het zoveel mogelijk primitief. Met de tools die we hebben. Zoveel mogelijk handmatig. Dus alles gebeurt handmatig. Vanaf het rapen, het wassen, het snijden, ontoppen en ontstarten. Alles gebeurt handmatig met flingscherpe mesjes. Hygiënisch zo goed. Dus alles gebeurt nu handmatig. En we zijn gezamenlijk een team ideeën aan het uitzetten. Hoe kunnen we dit eigenlijk machinaal gaan doen? Omdat er geen machine is die Awara verwerkt. Dus we hebben dat eigenlijk nu laten uitzoeken voor ons. Mijn team bestaat eigenlijk een familiebedrijf. Maar er zijn mensen erbij gekomen die echt dit ondersteunen. Waardoor een heel team van familie, zowel niet familie, erachter staat. Romario Panka is eigenlijk degene die dit product naar Nederland heeft gebracht. En hij heeft eigenlijk mensen opgezocht om het te helpen verkopen. Totdat we nu een punt hebben bereikt dat een groothandelaar Tropical Foods in Nederland dit product wil zelf af wil nemen in Suriname om onder te brengen in de toko's in Nederland en buiten Nederland. De afzet in Suriname voor nu is bijna even als in Nederland. We hebben bijna geen voorraad voldoende, laat me het zo zeggen, voor dat klein beetje dat wij verwerken. Maar op den duur, als we toch kijken, is het niet een klein beetje. We verwerken toch heel veel Awara per dag. En we hebben zelfs een berekening gemaakt dat we per dag 100 kilo ruwe Awara verwerken. Dus voor een team van 5 tot 7 mensen vinden we onszelf subliem daarvoor. Het zijn niet alleen mensen waarvoor ik verkoop, maar er zijn ook bedrijven die hebben aangeklopt. We hadden eerst Tianyu. Zij gebruiken onze pure Awara schulpjes zonder suiker, zonder toegevoegde waarde voor hun smoothies. Daarna heeft Tulop bij ons aangeklopt ook van, we hebben iets gezien van jullie en we vinden het geweldig.
willen jullie voor ons leveren? En zo zijn we een kleine agreement opgestart met Tulip ook. Dus het begint zijn vleugels te krijgen. Ik wil zoveel mogelijk Awara in Suriname aan winkels leveren, want ik heb gezien dat mensen echt veel van Awara houden. En ik wil Awara makkelijk naar ze toe laten komen. De oude stijl Awara doe ik nog niet. Mijn focus is voor nu alleen op Awara verwerken, puur. Met suiker en honing in suiker. Dat is wat wij zelf hebben uitgevonden. En we zijn ook bereid pure Awara sap te maken voor mensen die ijscream willen maken, want dat wordt ons ook gevraagd. Dus in de volgende fase dan komt dat ook naar buiten. Mijn diensten tot nu toe is, men komt het halen, men komt het hier kopen. We leveren ook speciaal alleen op de zondag vanaf hier tot naar Paramaribo Noord en omstreken. En ik was vergeten om te zeggen van, we slaan de Awara pitten nu ook op. We hebben ook een visie voor mensen die Awara olie maken. Of misschien kunnen wij een samenwerking aangaan om ook weer Awara olie te doen. Dus de pitten worden nu opgeslagen ook. Ja, sowieso zou ik een oproep willen doen aan ieder die dit programma gaat zien. In welke hoedanigheid of mogelijkheid dan ook om te helpen, ondersteunen. Om para op een hoger ladder te brengen wat betreft Awara. Omdat eigenlijk er niet echt iets groot gedaan wordt met Awara. En ik denk dat we vanaf nu echt ermee moeten beginnen. Omdat we het product hebben en we moeten er wat van maken. Met Harold Plet en hij is het broertje van de directeur, Clyde Plet. En natuurlijk, zoals hij al aangeeft, is het een familiebedrijf. Dus hij gaat ons even uitleggen wat de eindproducten zijn van de Awara. Ja, zoals ze zei, mijn naam is Harold Plet. Ik ga die producten voorstellen. Hier heb je een pakje van 300 gram. Het is Awara zonder suiker. Voor het duidelijk hebben we aangegeven onder die naam, hebben we geschreven zonder suiker. Dus het is duidelijk, het heet Sweet Awara. We hebben het in het Surinaams gezet, omdat het een Surinaams product is. Hebben we geschreven Sweet Awara. Dus Awara zonder suiker en die weegt 300 gram. Hier hebben we Awara met suiker, die heet Nativa Sukru Awara. Nou, als je leest Sukru Awara, je weet in het Surinaams is Sukru, het is suiker. Dus het heeft suiker erin. Extra zoet. Juist. Deze weegt ook 300 gram. En als je even kijkt, zie je dat suiker aan de achterkant. Dat is zeggen, wanneer je gaat eten, heeft die genoeg sap. En je hoeft geen apart suiker bij te zetten. Hij is ready om te eten. Dus als je hem openmaakt, is om te eten. Hier hebben we Nativa's honing Sukru Awara. Dat wil zeggen, deze heeft een beetje suiker en extra honing. Dat wil zeggen, voor een apart ander smaakje. Deze is ook 300 gram. Dit is in een pakje. Meestal nemen mensen deze, omdat als ze naar het buitenland gaan, is dit makkelijker om te vervoeren. We hebben het ook voor het gemaakt. Even terug naar die honing, toch? Ja. Wie's idee was dit? Want ik hoor voor het eerst Awara met honing. Zo, dit was idee van onze directeur. Hij zat het Awara te eten. En hij zag die fles met honing. Hij dacht van, laat me even wat proberen. Dus hij deed gewoon die honing erbij. Het was gewoon een experiment. Ja, dat is gewoon. Je weet, soms zit je en je hebt gewoon iets in mind. Dus hij heeft het gewoon erbij gedaan. Hij heeft gezegd, hey, dat klinkt iets anders. Laten we iets nieuws proberen. Okay. Dus die naam hadden we nog niet hoor. We hadden die naam nog niet. Dus we zaten te brainstormen en ik dacht van, oké. Hij zei, hij heeft honing erbij gevoegd. Oké, die naam is honing. Dus gewoon Nativa's Sukru Honing Awara. En zo zijn we op die naam gekomen. En men vindt het lekker? Ja, sowieso lekker. Ja, het wordt veel verkocht. Ja, sowieso. We hadden eerst in een bak. We hadden eerst in een bak. Maar omdat men het niet kan vervoeren, omdat die bak het kan niet aan breken als het gewicht erop krijgt. Dus daar hebben we. Hebben we ervoor gekozen? Zo gekozen. Dus dan is het makkelijk te vervoeren. Maar het wordt nog wel ook in zo'n verpakking gekocht. Maar als je naar het buitenland brengt, is dit het handig. Is dit het handig. Dus ze wegen beide hetzelfde. Dus alleen voor het gemak in een pak en in een bak. Oké, we gaan over naar die prijzen. Dit is zonder suiker, dus dit is goedkoper. Dit kost 70 SRD per pak. Okay. Die Nativa Sukru Awara die kost 75 SRD per pak. Die Nativa Sukru Honing Awara, omdat het in een zakje is, kost dat 90 SRD.
En omdat dit in een bakje is, kost het 100 SRD per bak. Maar honing is duur. Ja, omdat het voor het gemak zit. Ja, maar jullie zijn toch niet zo duur in verschil met deze. Als je te duur bent, dan, als je te duur bent, ik dacht, Surinamers houden van Awara, dus je kan het niet te duur maken anders, dan ze het ook niet kopen. En gebruiken jullie een speciale honing? Of is het gewoon... We zijn nog echt aan het uitzoeken voor een speciale honing. Een samenwerking met Coroni. Ja, Coroni honing. Dus daarmee zijn we ook bezig. Daarmee zijn we ook bezig. Het is onze derde jaar, dus we zijn nu pas echt dat soort dingen op lijn aan het brengen. Dus daarmee zijn we ook nog bezig. Dus dat zijn de prijzen van onze producten en dit zijn de eindproducten. Oké, en hoe vind jij zelf de smaken? Nou, ik vind het geweldig, tof. Als je in het bedrijf werkt, moet je toch even kunnen proeven van wat jij aan anderen gaat voorstellen. Ja, ja. En als ik het tof vind, ik denk dat mijn klanten het ook tof zullen vinden. En ik vind het ook prachtig als bijvoorbeeld ik mijn pakje heb verkocht en mijn klant zegt van, je kan nog een beetje suiker erbij doen, ik neem het aan. Als je een kritische klant hebt, heb je altijd een goed bedrijf. Oké, okay, oké. Okay. Ja,